Het onmogelijk wordt mogelijk gemaakt. De eigenaar van mijn vorige auto heeft mij gecontacteerd. Yes, daar staat hij. Oh mijn god. Welkom bij deze nieuwe video en vandaag gaan we echt iets speciaals doen. Al zeg ik het zelf. Ik denk dat jullie het allemaal wel weten. En als je het niet weet, dit is mijn auto Shadowbee, de gele A45. Maar hiervoor had ik een witte A-klasse en dat was deze. En daar heb ik echt heel veel leuke herinneringen aan overgehouden. Alleen, die is dus verkocht. Die heb ik dus ingeruild voor Shadowbee. Je hebt geen idee wie die auto koopt, waar die naartoe gaat. Je ziet hem gewoon eigenlijk nooit meer terug als je een auto verkoopt. Of toch niet? 20 mei ben ik getagd in deze foto. En dit, dames en heren, dit is hem. Het kenteken klopt. Dit is mijn vorige auto. Iemand die hem heeft gespot. De ex-car of Dylan Pace. Maar recent heb ik nog een foto ontvangen. En dat is deze. Er zit ondertussen ook een spoiler op zo te zien. En het is gewoon zo'n gek idee. Maar nu we het over gekke ideeën hebben. Nu komt het allergekste. De eigenaar van mijn vorige auto heeft als eerste een Instagram-account en mij gecontacteerd. Hey Dylan, misschien leuk om elkaar een keer te meeten. Ik heb namelijk jouw oude Mercedes 4 maanden geleden gekocht. Wat? Dit is hem! Hoe dan? Dit is hem gewoon! Dames en heren, vandaag is de dag. Het onmogelijk wordt mogelijk gemaakt. We gaan vandaag op zoek naar mijn oude auto. Hij staat helemaal in Enschede tegen de grens van Duitsland aan. Dus we gaan eventjes moeten rijden daarheen. Maar dames en heren, dit wordt tof! Heb je dat blauwe duimpje nog niet achtergelaten? Doe dat dan nu meteen. En ben je ook niet geabonneerd, dan moet je dat nu echt doen. De abonneerknop hieronder moet je even aanklikken om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En dat belletje aandrukken om meldingen te krijgen. Dan ben je altijd op de hoogte. En dan is het nu tijd om dit avontuur te gaan beleven, dames en heren. Dit wordt ziek! Yes, dames en heren. We gaan van de snelweg af. Ongeveer nu een uur en een kwartier in de auto. En we zijn er. We zijn in Enschede, dames en heren. We zijn nu zo dichtbij. Oh mijn god, dames en heren. Wat hier zojuist gebeurde is niet normaal. We hebben bij het station afgesproken, maar ik weet eigenlijk niet precies welke. Misschien niet heel slim, maar ik was bij een busstation en ik dacht, nee, hier is het niet. Dus ik ga naar het treinstation midden in het centrum. Ik denk, dat moet hem wel zijn. Kom ik hem aan de andere kant van de weg tegen? Ik ben omgedraaid en rijdt ergens verderop. Kijk, ik zie... Ah, jullie zien hem sowieso nog niet. Oh, ik heb hem al gezien. Dit is zo gek. Oké, ik ga hem even proberen te volgen en dan zijn we er zo. Dames en heren, ik ben ook zo'n klunt. We hadden niet afgesproken bij een station, maar bij het stadion. Oh, alleen ik kan dit. We gaan er even snel heen. Ja hoor, ik heb hem gespot. Ik heb hem gespot. Yes, daar staat hij. Oh mijn god, we hebben hem. Check is, dames en heren. Daar is hij hoor. En vandaag, dankzij jullie, heb ik mijn droom waargemaakt. Zie die middelste ballon als ik rem. Het gaat gewoon licht geven. Tadaa! Wat? Oh, ze blijven gewoon zitten. We zijn klaar met de allereerste remklauw. We gaan er eventjes naar kijken. Aan de achterkant is ook weer helemaal fliekie geverfd. Oké, eerste gedeelte is erop geplakt. Stap 1 is af. En werkt hij dan nu? Oh, hij doet het! Yes, dames en heren. Ik heb hem gevonden. En daar is hij hoor. Hoe lang heb ik deze wel niet gezien? Jullie hebben deze ook zo lang niet gezien. Ik had nooit verwacht dat ik deze auto ooit nog terug zou zien. Zie het even voor je. Jij verkoopt je auto. En je weet niet waar die heen gaat. Nederland is zo groot. Of hij gaat naar een ander land. Je weet het niet. En ik kom hem gewoon nog tegen. En niet eens alleen tegenkomen. Ik sta er ook gewoon naast. Hoe dan? Ja, het kenteken klopt. Dat is hem. Kijk eens. En hij is echt veel dikker dan dat ik hem had. Klauwen zijn veel mooier rood. Nieuwe naafdoppen. Dikke strepen erop. Wauw. En een hele zieke spoiler. Kijk ze eens samen. Wie had het verwacht? Dames en heren, de nieuwe eigenaar Jeffrey. Alles goed? Ja. Ja hoor, zeker weten. En wat een dikke bak hoor. Ik ga instappen, niet aan de bestuurderskant, maar aan de passagierskant van mijn vorige auto. Oelala. Zo. Dit voelt echt gek, jongen. Ja, aan de ene kant ook gewoon helemaal niet, want het is gewoon een dikke Mercedes naar je kijkt. Maar gewoon het idee dat ik hier vroeger ook... Oh, jou, die knallen zijn lekker nog. Nee, dit had ik niet, hoor. Dit heb ik nooit gehad, zulke knallen. Nee? Nee, echt niet. Auto gewisseld. Hoe kan dit? Wat een ding. Ziet er toch allemaal mooi uit, jongens. Oh, ik had hem net te laat aan. Wat een knallen kom uit het ding, gek. Wat een knallen kom uit het ding. Zo, zie. Oh my god. Ik hoop dat jullie die knallen
goed horen. Ik denk het wel als je dit niet hoort. Het klinkt gewoon bijna als mijn auto. Wat een ding, dames en heren. Dit is echt geweldig. Natuurlijk, dames en heren, belanden we ook gewoon bij het tankstation. Ik moet straks echt van buitenaf die knallen filmen die jullie net hoorden. Het is echt niet normaal. Staat die klep open? Ja. Ik moet één keer het geluid horen. Oei, oh gek. Oh mijn god, oh mijn... Dit is... Ja. Ik had oprecht niet zo hard verwacht. Ik had het echt niet verwacht. Ik betwijfel nu echt of die van jou nou harder is of die van mij. Ik wil wel ruilen. Ja, wil je ruilen, ja. Dit was echt... Hè? Oh mijn god. Hou op, hoor. Dit is niet gezond, gek. Dit is oprecht... Oké, nu moet ik het ook één keer doen. Volgens mij, oprecht, ben jij harder. Ja, jouw knallen zijn echt knallen gewoon. Die van mij is gewoon gepruttel. Die gaan iets langer door. Die ja, dat die sowieso. Hebben... Sowieso gaat jou inderdaad langer door. Die heeft veel meer knetters. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Dat is echt niet gezond, gek. Dan is het nu tijd om een rondje te gaan. In Shadowby. Oh, ja, sorry. Die had ik even niet opgerekend. Och, het is een puinhoop. Het is bloedheet vandaag. Dat is al de eerste. Gelijk even drama op. Dan neem ik jou nu een rondje mee in Shadowby. Is goed. Kijk, ik zie al een tunneltje. Ik zat ook er zelf gewoon van. Dit verveelt niet. Verveelt niet, hè? Maar, hoe vind je je auto? Hij rijdt goed verder. Hij rijdt goed. Ik vond hem ook goed rijden, maar het lijkt wel alsof hij niet lekkerder rijdt. Ik weet niet wat er mee gebeurd is, maar hij rijdt nog lekkerder. Wat een beleving ernaast. Oké, dames en heren. Jeffrey kent de plek hier. Het vliegveld, zei je toch? Ja. Gaan we even opstijgen daar. We gaan even wat vette foto's maken en even achter elkaar rijden. We gaan het zien. Wordt een leuke dag. Daar gaan we dan. Richting het vliegveld. Waar we zijn beland, hoor. Volgens mij is het echt een afgelegen vliegveld of zo. Maar als je daar echt kan komen, is dat heel ziek. Check daar, is dat gewoon zo'n hele bunker, gek. Wow, heel gek. Dit is echt iets oud. We staan geparkeerd, maar er is nog een gele auto. Je moet er echt even heen gaan. Ik heb iets gezien. Het is echt niet zomaar een auto. Wat denk je dat het voor auto is? Een Daihatsu? Nee. Kijk dichterbij. Het is gewoon een Transformer, jongen. Het is gewoon de Transformer. Gewoon op een knopje drukken en hij klikt open. Dit is gewoon de echte Bumblebee, dames en heren. Waarschijnlijk zit... Oh, er hangt ook een kabeltje uit. Hij is denk ik kapot. Oh mijn god, dames en heren. De Transformer gaat er vandoor. Zo, wat gaat hij uitpoppen? Oh, ik zie hem. Hij krijgt benen. Kijk, snel. Dus we zijn wat mooie plaatjes aan het maken. Volg je Shadowby nog niet op Instagram, kan je dat ook hieronder doen. @Shadowby_NL. Ja, daar gaan wat mooie plaatjes op komen. Zijn wij beland? Kijk dan. Welkom, willkommen, welkom. Het is echt gewoon een vliegveld. Daar zag ik net nog zo'n opstijgbaan. Gaan we zo ook even kijken. Lijkt wel alsof ze ons niet mogen. Alle deuren zijn dicht. We kunnen helaas niet binnen foto's maken bij alle vette hangarplekken. Maar dat maakt niet uit. We maken wel wat vette foto's. Eén ding was gewoon dat we foto's wilden maken. Check dit. Altijd hebben auto's. Het gaat zo snel vies. Jeffrey stapt in de auto. Och, wat een geluid. Ik wil het geluid heel graag één keertje van buiten horen, want het is echt niet normaal. Dus ik ga eventjes hier staan. En Jeffrey gaat even langs me rijden. Hou op, hoor. Hou op. Jongens, we zijn er vandaag gekomen dat ik mijn vorige auto wilde zien. Maar ik geloof bijna niet meer dat dit mijn vorige auto was. Oh. Ik stel gewoon even achter de auto zodat jullie mij wel horen. Maar dit is niet normaal. Dit is absurd. Shadowby! Shadowby! Ja! Hou op, hoor. Oh, mijn god. Hoe dan? Dit is toch niet normaal? Hoe kan dit? Ga maar zitten. Wat is je naam? Ik heet Tom. Oké, doe ik de sleutel hier in. En doe maar je voeten op die linkerpedaal. Deze? Ja, helemaal indrukken. Je hoeft niks te doen, gewoon gassen. Kijk. Is hij goed? Goed geknetterd. Jongens, we zijn op het vliegveld. En daarachter staat gewoon een vliegtuig. Mag je hier gewoon oplopen? Oké, okay. Stap even uit dan. Jammer dat we hier niet met de auto kunnen komen. Als ze die poort nou gewoon open hadden gezet, hadden we dit hele baan. Mooie foto's te maken. Vliegtuig aan de achterkant. Wat ziet deze combinatie er toch mooi uit. Jongens, ik lig helemaal op de grond om wat mooie foto's te maken. Als het nu niet meer lukt, dan weet ik het ook niet meer. Het is echt heel vet om ze bij elkaar te zien. Nogmaals, het blijft zo'n raar gevoel. Ik had nooit verwacht dat ik die auto ooit nog terug zou zien. En nog mooier en beter geluid dan hoe ik hem al kende. Echt ongelooflijk.
stappen weer in. Jeffrey gaat voorop, cameraatje achterop gemonteerd. Het is ondertussen al 4 uur, we hadden 12 afgesproken, dus het is even tijd om lekker te gaan eten. Want onze maag moet ook gevuld worden. En nee, dat doen we even lekker bij de McDonald's, denk ik. Totaal geen reclame, maar ik heb gewoon enorm veel honger. Let's go! Jongens, het ging veel te snel. Ik wilde nog even filmen dat ik het eten had besteld. Ik had zoveel honger, helaas. Het was in ieder geval wel weer lekker. Nou jongens, het is ondertussen al bijna 5 uur. Ik denk dat ik weer 1,5 uur naar huis ga rijden. Ik ga een ongemakkelijke hand geven, maar goed, de hand is weg. Goed, spreek elkaar. Spreek elkaar. Ga eens één keer naar je Instagram van de auto. Als jullie, dames en heren, de nieuwe eigenaar willen volgen van deze auto. Mercedes laagstreep black, laagstreep white. Kijk eens wat de fotootjes hoor. Fotograaf hoor. Yes, dus je kan het ook volgen. Ik zal ook een link hieronder in de beschrijving doen. En ga ik weer in Shadowby instappen. En dan ga jij in jouw auto instappen. Ja. Tot snel. Kom goed. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zit ondertussen al in mijn pyjama. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Smash je dat blauwe duim hoog als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet je niet te abonneren als je dat ook nog niet hebt gedaan. Druk ook dat belletje aan, zodat je altijd een melding krijgt wanneer een nieuwe video online komt. Ik vond dit heel erg leuk. En ik hoop dat jullie dat ook vonden. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie vrijdag weer met een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Peace.